Goeiedag en welkom bij Het Debat. De apocalyptische beelden van de branden in Australië maken de klimaatproblematiek zeer tastbaar. Volgens milieuexperten zijn ze het rechtstreekse gevolg van de opwarming van de atmosfeer en was dit zelfs te voorspellen. Inmiddels een maand geleden stelde Vlaanderen samen met andere Europese regio's en landen haar klimaatplan voor. Volgens de Vlaamse regering is het een afdoend plan en is het ook haalbaar en betaalbaar. Maar volgens de oppositie voldoet het helemaal niet en maakt dit van Vlaanderen zelfs op klimaatvlak een ontwikkelingsland. Een debat erover tussen oppositie, Groen en de meerderheid, N-VA. Bij ons aan tafel Chris Steenwegen, Vlaamse parlementslid voor Groen. Goedenavond. En fractieleider voor N-VA, Wilfried van Dalen. Heren, welkom in dit gesprek. En we kunnen er niet omheen. Het is het eerste gesprek van dit nieuwe jaar, een nieuw decennium. Meneer Steenwegen, wat wenst u de Vlaamse politiek toe? Inhoudelijk hoop ik dat we de stap zetten dit decennium naar een toekomstgerichte maatschappij die koolstofarm is, maar ook rechtvaardig is. Dus ik hoop dat we die moed hebben, die politieke moed om dat te doen. Anderzijds, de politiek zelf, hoop ik dat we manieren vinden om onze democratie te versterken. Je voelt ook dat maatschappelijk, dat de manier waarop de democratie, de parlementaire democratie vandaag functioneert, toch waarschijnlijk tekortschiet om wat er maatschappelijk allemaal leeft op te vangen en daar snel op in te pikken. Dus ik ben een grote vragende partij om die discussie aan te gaan, hoe dat we het bijkomende... Het politieke apparaat zelf eigenlijk, hoe het functioneert. Natuurlijk, het parlement as such, dat is waardevol, moeten we dat behouden. Maar daarnaast moeten er andere manieren zijn om de betrokkenheid van onze bevolking te verhogen, om het debat ruimer te voeren, het draagvlak te creëren om eigenlijk noodzakelijke beleidsmaatregelen te kunnen nemen. Ja. En ik denk dat we daar... een stuk moeten moderniseren, wat op andere plekken al gebeurt. Het is soms een beetje archaïs zoals we nog werken, vind ik persoonlijk, nu ik er terug in zit. En, ja. Meneer Van Dalen, we komen uit een heel bewogen politiek jaar natuurlijk, met de verkiezingen. Nu ziet die nieuwe Vlaamse regering op rails. Er zijn plannen en dromen voor dit nieuwe jaar. Wat wenst u de Vlaamse politiek toe, de manier ook waarop er aan politiek wordt gedaan? Ja, ik hoop vooral dat we nu stilaan, we hebben wat akkefietjes gehad, ja. Dat we nu stilaan echt aan het werk kunnen gaan en dat we dat regeerakkoord, en met name dan ook dat milieuluik dat ons toch boeit, dat we daaraan kunnen beginnen en dat we heel concrete dingen kunnen realiseren. Dat is ook de reden waarom ik destijds in de politiek ben gegaan, om echt te proberen dingen te doen. Dat is niet gemakkelijk, maar dat is toch wel waarvoor wij er zijn, denk ik. Ja, om jullie beiden even in dit gesprek te situeren, we gaan het hebben over klimaat. Jullie hebben allebei een hele pedigree in milieubeleid. En in uw geval nog zeer recent, hè? Net voor uw parlementslid werd. Ja, ik ben de laatste 7 jaar was ik algemeen directeur van Natuurpunt, de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Een heel boeiende job, ook een vereniging die, denk ik, een beetje... aantoont hoe levendig het middenveld in Vlaanderen is en hoe waardevol dat ook is. Mensen die zich vrijwillig inzetten om eigenlijk samen mee die natuur- en milieudoelstellingen te realiseren. En het is heel boeiende 7 jaar geweest om daarmee leiding aan te kunnen geven. En voorheen heeft u ook voor kabinetten gewerkt, andere organisaties. En eigenlijk, meneer Van Dalen, kennen we als politicus, maar u bent elkaar onderweg tegengekomen, hè? Want u heeft nog gewerkt voor die Vlaamse Milieumaatschappij, zoals een communicatiechef. Ja, precies. Ik ben nog communicatieman van de Vlaamse Milieumaatschappij geweest in de jaren 90, dat is iets langer geleden. Dus watervervuiling, luchtvervuiling, ja. Toen ook het ruimere milieubeleid. Dus dat hebben we ook allemaal gedaan. Milieueducatie, wat toen allemaal in de kinderschoenen stond. Wat ook een beetje aansluit bij wat je daarnet zegt. Het maken van draagvlak, het zorgen dat mensen weten hoe de dingen in elkaar steken. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik ben het ook wel blijven volgen nadien natuurlijk. Ja, in het parlement als expert dan. U zegt, dat stond toen in de kinderschoenen. Ik pols maar even, we gaan terug naar de jaren 90. Ik stond toen letterlijk in kinderschoenen. Was klimaat toen eigenlijk al een thema op een of andere manier? Dat probleem, die probleemstelling? Nauwelijks, denk ik. Ja, nee, maar mijn allereerste job had eigenlijk te maken met energie. En er was wel een... je had het rapport van de Club van Rome. En dat zei eigenlijk, de grondstof raken uitgeput. De olie gaat uitgeput raken. Dat was het eigenlijk. Fossiele brandstoffen raken uitgeput. Dus we moeten aan alternatieven werken, zodanig dat we kunnen blijven voorzien in energievoorziening.
Dus eigenlijk was het een andere benadering. En toen werkten we ook al rond duurzame energie, alternatieve windenergie, zonne-energie, energiebesparing op de eerste plaats. Was iets dat toen, ook waar ik een educatief project mee rond gedaan heb. Dus dat leefde, dat had ook te maken met de energiecrisis van de jaren 70, de autoloze zondagen, 73, 78. Waar men zei, oei, wij zijn heel afhankelijk van die import van olie. En om meer onafhankelijk te worden, moeten wij werken aan onze eigen... Dat was, anders gedreven, een andere motivatie toen. Dat maar uiteindelijk met dezelfde... Wat je ook ziet, is natuurlijk dat die aandacht voor de thema's, dat verschuift door de jaren heen. Hè. Ja. Waar is de tijd van het gat in de ozonlaag? Ja. Daar spreken we nu niet meer over. Nu spreken we over klimaat. En ik ben ook van overtuigd dat dat in de toekomst nog zal gebeuren. Dat er ook nog nieuwe thema's boven water zullen komen waar we het vandaag niet over hebben. Het heeft ook te maken met wetenschappelijk inzicht, met voortschrijdend onderzoek. Ik herinner mij bijvoorbeeld bij de Vlaamse Milieumaatschappij destijds, deden we metingen voor PM10, de kleine deeltjes in de lucht. Ja, ondertussen zitten we al aan PM2,5, dus dat gaat altijd verder. En ik kan mij voorstellen dat er als resultaat van wetenschappelijk onderzoek misschien nog wel thema's op ons afkomen waar we vandaag niet bij stilstaan. Ik zeg maar wat, we gaan er nu vanuit, nog altijd, dat het bijvoorbeeld gsm-stralen, niet ioniserende straling, dat wel meevalt, dat dat eigenlijk niet schadelijk is. Maar we zijn dan nog altijd niet 100% zeker. We gaan er vanuit dat het niet zo is. Maar stel dat er ineens uit onderzoek blijkt van oei, dat is een probleem. Ja, dan hebben we een probleem, denk ik, wereldwijd, zoals de CO2 vandaag. Ja. Wat je wegneemt dat het klimaatprobleem wetenschappelijk al veel langer bekend is, natuurlijk al van de eind jaren 1800 waren er al onderzoekers die erop wezen dat er een link was tussen die uitstoot van fossiele brandstoffen en opwarming van de aarde. Maar de politiek, het beleid had het toen zeker nog niet opgepikt in de mate van vandaag. Dan keren we naar vandaag. De link met klimaat in de actualiteit. Nu de beelden, de info die ons bereiken vanuit Australië, dat zijn apocalyptische beelden en de link wordt gelegd met klimaatopwarming. De vraag is dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden die tot dat incident leiden, of heeft dit een rechtstreekse link volgens jullie met opwarming van het klimaat? Dat vragen mensen zich af. Hetgeen wat ik daarover lees en hoor, dat is dat de modellen die men ontworpen heeft en waar men al decennia aan werkt om eigenlijk voorspellingen te doen van wat gaat er gebeuren indien die aarde verder opwarmt, dat die eigenlijk uitkomen. De specialisten zeggen, kijk, wat we nu waarnemen, hebben we eigenlijk voorspeld. Wat in Australië nu gebeurt. Wat er in Australië gebeurt met die bosbrand, die droogte enzovoort. Dat zit eigenlijk in die modellen. Men zegt eigenlijk, de modellen zijn redelijk accuraat, om niet te zeggen erg accuraat. En als ze ernaast zitten, zitten ze er meestal nog naast in de zin dat ze positiever of optimistischer zijn over de gevolgen dan wat we vandaag waarnemen. Ja, ik neem dat even mee. Dat is natuurlijk niet min wanneer dit voorspeld was door modellen. Dan zegt dat tegelijkertijd niet veel goeds, hè? Dan gebeurt het nu. Is het aan het gebeuren? Ja, precies. Dat is het probleem. Hè? Want, hoe snel kan je inspelen op wat wetenschappelijk bekeken en voorbereid wordt? Nu, gewoon heel praktisch dan wat nu gebeurt in Australië. Ik denk alleen al de impact daarvan op het milieu qua uitstoot, fijnstof, CO2. Dat doet natuurlijk heel wat teniet van wat wij nu al gedaan hebben. En wat ik mij ook afvraag is in hoeverre zal dat systeem zich herstellen? In hoeverre zal die natuur zich daar herstellen de komende jaren? En in hoeverre zal de mens toelaten dat die natuur zich herstelt? Dus dat zijn toch allemaal wel boeiende vragen die op ons afkomen. Ja, en waar veel vragen over zijn en waar wij als kleine regio een stuk aan tegemoet willen komen met ons klimaatplan, nu een maand geleden voorgesteld. Voor de duidelijkheid, dat zijn een 350-tal maatregelen. En als ik me niet vergis, 1. Het luik minder energieverbruik, 2. Hernieuwbare energie en 3. Een daling van de uitstoot. Ik kom daarmee naar u. De balans van uw partij was, en ik citeer, dit maakt van ons op klimaatvlak een ontwikkelingsland. Dat is wel forse kritiek. Is het zo teleurstellend wat daarin staat? Ja, wij vinden van wel. Hè. Dus de vorige regering had een aantal maatregelen opgenomen in een ontwerpplan. Dat is aan Europa voorgelegd. Europa heeft daarvan gezegd, ja, dat is onder de lat. Zo ga je er niet geraken. Als we dan naar het huidige plan kijken, dan zien we dat een aantal toch belangrijke maatregelen die in dat plan stonden, eigenlijk geschrapt zijn. We hebben onlangs een toelichting gehad van dezelfde Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. Die zeggen bijvoorbeeld, als het gaat over woningen, hè, want er zijn voor wat ons betreft twee heel belangrijke sectoren. We hebben woning, de verwarming van woningen, en we hebben transport. Dat zijn de grootste, de mobiliteit.
Als op wonen aankomt, dan was daar een maatregel opgenomen, het verplicht saneren, energie, renoveren van huizen na een verkoop in de zoveel jaar enzovoort. Die maatregel die stond volgens de cijfer voor 41% van de totaliteit om die doelstelling te halen. Die maatregel is geschrapt. Hetzelfde bij mobiliteit. Hè. Alle experten zijn het erover eens. Kijk, we moeten eigenlijk iets doen aan de mobiliteit. En dat gaat niet alleen over... je moet daar ook milieuwinst mee boeken. Hè. Want interessante en goede, slimme klimaatmaatregelen hebben ook andere positieve effecten. Ja, de kilometerheffing bedoel is... Bedoel je dan de kilometerheffing dan bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een verschuiving van de fiscaliteit. Het wegnemen van de vaste kosten, de belasting op inverkeersstelling en uw jaarlijkse taksen, om die dan om te zetten in een gebruiksbelasting, hè, die toeneemt naarmate je meer krijgt. En die twee elementen zijn eigenlijk het derde wat heel belangrijk was, was heel die betonstop, onze open ruimte, vrij waren. En die hebben we ook nodig, hè, want die drie elementen die u opnoemde zijn heel belangrijk, maar een vierde is natuurlijk de adaptatie. We weten dat er effecten zullen zijn van de opwarming, hè, en hoe gaan we ons wapenen om die effecten een stukje te temperen. Hè. En dan komt natuurlijk heel ons natuurbeleid, hè, het belang van onze biodiversiteit en die open ruimte en de inrichting van die open ruimte ter sprake. En ook het feit dat men nu eigenlijk die betonstop laat vallen en onmogelijk maakt, de facto, zal ervoor zorgen dat daar ook geen vooruitgang geboekt wordt. Okay. En dat zijn toch heel belangrijke tegenindicaties dat dit plan niet zal bereiken wat de doelstelling zegt. Dat is een ruime balans. U somt vier elementen op. Het schrappen van die verplichte renovatie, meneer Van Dalen. Mobiliteit, betonstop, adaptatie. Mm-hmm. Als het gaat over het schrappen van dat gaan renoveren bij de overkoop van een woning met een grote impact, volgens meneer Steenwegen, waarom zit dat er niet in? Dat lijkt niet onoverkomelijk, die maatregel. Nee, het was inderdaad een lang verhaal van de collega. Ik zal proberen te onthouden wat hij allemaal gezegd heeft. Dat eerste punt bijvoorbeeld, die renovatie. Er zijn een paar dingen weggevallen, inderdaad, die verplichte renovatie bij aankoop. En ook die kilometerheffing voor auto's. Wat is daar de oorzaak van? Omdat men vond, aan de regeringstafel of aan de tafel van de onderhandelingen, dat het draagvlak onvoldoende was om die dingen door te duwen. Hè. Omdat men inderdaad met de renovatie van huizen, dat men daar toch wel de mens... Of mens treft in zijn portemonnee. We hebben het ook altijd over betaalbaar wonen voor jonge mensen enzovoort. Daar had je een conflict. Hetzelfde met kilometerheffing. Dreigde je wel een aantal mensen in de problemen te brengen? Krijg je bijvoorbeeld, om maar iets te noemen, discriminatie van mensen die in Limburg en West-Vlaanderen wonen. Je zal je maar overkomen om daar te wonen en in Brussel te werken. Dus men vond van, ja, dit is onvoldoende gedragen. Die dingen zijn eruit gevallen. Betonstop is er niet echt uitgevallen. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen blijft bestaan. Het feit dat men verdichting wil, dat men eigenlijk mensen wil laten bouwen bij voorzieningen, bij openbaar vervoer enzovoort, die krachtlijnen die blijven er. Het heeft eigenlijk een andere naam ook, een andere naam dan betonstop. Bouwshift. Goed. Maar er zijn natuurlijk ook, en dat zegt de collega niet, er zijn ook een aantal dingen bijgekomen in het nieuwe plan die er eerst niet in stonden. Bijvoorbeeld, je zegt die isolatie, renovatieverplichting, die is weggevallen. Maar er is bijvoorbeeld een verscherping van de isolatienormen, de strenge isolatienormen, die zouden opgelegd worden aan enkel overheidsgebouwen. Ja, die worden nu opgelegd aan de hele tertiaire sector. Wat is dat? Dat is horeca, dat is de zorgsector, dat is de handel. Dus dat is een uitbreiding. Als we het hebben over die, waarom is dat weggevallen, uw vraag van daarnet. Ja, we hebben nu de studie die heel recent, deze dagen ook in de pers staat, van het steunpunt wonen, waaruit blijkt dat dat echt niet om te lachen is. Hè. Als wij ons renovatiepact waar willen maken tegen 2050, ja, dan moeten de 2,5, kost daarvan, zegt u. De kost en de ingreep moeten 2,5 miljoen woningen, 95% van ons woningbestand, moet dus aangepakt worden. Geschatte kostprijs ongeveer €50.000 per woning. Dus dat is niet iets wat je zomaar van vandaag op morgen kunt opleggen aan de mensen. Kan dat? Ja, dat kan. Hè. We gaan er ook vanuit dat dat kan. Want mensen investeren natuurlijk in hun huis. En isolatie is nu eenmaal een van de misschien weinige win-win situaties die je kunt hebben. En je haalt er ook wel voordeel uit. Maar je hebt daar tijd voor nodig. Je moet die middelen hebben. Hè. Daar wordt ook aan gewerkt in het nieuwe plan. Men zal ook makkelijker aan leningen enzovoort kunnen geraken. Daar wordt aan gewerkt. Om nog eens door te gaan op die verharding en die bouwshift. Een hele belangrijke in het huidige regeerakkoord en ook in de beleidsnota's, waar eigenlijk nog niet zoveel over gezegd is, ook niet in de debatten, is dat we
kijken naar die ecosysteemdiensten. Dat is ook al iets wat al heel lang in de sector bestaat. Ecosysteemdiensten. Het is nieuw voor in debatten, zegt u. Ja, dus het milieu verleent ons diensten, verleent de mens diensten. En één daarvan is bijvoorbeeld het vasthouden van water, is zo'n ecosysteemdienst. Maar ook het vasthouden van CO2. Bijvoorbeeld graslanden. Ik kom uit de polder aan de kust. Dus onze historische poldergraslanden is ook altijd een dossier geweest waar ik mij nogal mee bezig gehouden heb. Die houden heel veel CO2 vast. Misschien zelfs meer dan bossen. Je moet komen, vinden wij, tot een systeem waar je in dit geval bijvoorbeeld de landbouwers vergoed als zij die poldergraslanden bewaren. Want akkerland... En bewaren, daarmee bedoelt u laten groeien, niet omwoelen... En onderhouden, niet scheuren, planten. Zoals we dat noemen, niet omploegen. Want akkerland, daar verlies je heel veel CO2. Ja, ja. Weiland, zeker als dat permanent weiland is, dan hou je heel veel CO2 vast. Waarom zouden we niet komen tot een Vlaamse, op Vlaams niveau, een koolstofmarkt, waar bijvoorbeeld, met certificaten, waar bijvoorbeeld bedrijven die veel uitstoot hebben, die veel vliegen, die bijvoorbeeld grote warenhuizen, die veel gebouwen verwarmen, dat die zeggen, oké, op vrijwillige basis, kijk, wij willen iets terugdoen en wij gaan zo'n certificaten kopen op die Vlaamse koolstofmarkt en daarmee kan je dan diegenen vergoeden die inderdaad zorgen voor bijvoorbeeld die graslanden of voor bossen die CO2 vasthouden. Eigenlijk. En dat staat in het regeerakkoord. En als we dat kunnen uitwerken, Nederland is daar nu ook mee bezig, dan denk ik dat we daar echt iets heel concreets kunnen maken. Ja, daar hebben we toch iets over bijgeleerd, Anne, die Vlaamse groene velden. Over die politieke balans, wat je merkt is dat de Vlaamse regering schermt met het is haalbaar en betaalbaar, of dat moet het althans zijn. Men heeft de mensen, de Vlamingen, niet financieel, niet voor het hoofd willen stoten. Dit is haalbaar zonder dat het pijn mag doen. Ja, maar de minister-president en de regering schermt ook altijd, en ook de minister van Begroting, heel onze begroting is zo opgemaakt dat wij willen geen schulden maken naar de toekomst. Wij willen geen factuur doorschuiven. Wel, dit is een factuur, een hele hoge factuur die men wel doorschuift. Want collega Van Dalen noemt maatregelen en natuurlijk het plan, er staan er 350 of zo in, dus dat zijn veel maatregelen, maar de analyse van iedereen die een beetje thuis in de materie, komt tot dezelfde conclusie. Het zal niet volstaan om de doelstelling die we nu moeten halen, om die te realiseren. Maar is dat niet te pessimistisch? Men rekent een stuk op innovatie bijvoorbeeld om die 35% te halen minder uitstoot. Dat is een optimistische visie. Hoop dat technologie zal bijspringen? Ik denk dat technologie zeker een deel van de oplossing zal zijn. Dus we komen nu niet aan die 35, maar aan 32,6. Er zit natuurlijk ook nog, dat is wat we Vlaams gaan doen, er zit ook nog federaal wel wat op ons af te komen. Dingen die dan ook wel mee zullen tellen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een maatregel als, ik zeg maar wat, 6% BTW op nieuwbouw, als dat er zou komen federaal, dan zal dat ook Vlaams een impact hebben. Als het plan, ik dacht, wie heeft het genoemd, een van de informateurs was het Magnet, van we gaan de bedrijfswagens nog enkel aftrekbaar maken als dat elektrische voertuigen zijn. Ja, de nota van Paul Magnet stond daar. Er zijn natuurlijk nog een aantal bevoegdheden. U vond dat een goed voorstel bijvoorbeeld? Ik vond dat persoonlijk geen slecht voorstel. Omdat je hebt nu eenmaal nog een aantal bevoegdheden of delen van bevoegdheden die federaal zijn gebleven. Ja. En die natuurlijk ook wel impact hebben op Vlaanderen. De wind, ik woon aan de kust, de windparken op zee. Ja, die zien wij wel vanaf de Vlaamse kust, maar die tellen mee voor het Belgische federale niveau. Dus wat betreft groene energie. Straks nog even terug op dat federale en Europese niveau natuurlijk. Dit staat niet geïsoleerd klimaatbeleid, maar ik keer even naar u terug. Ja, men hoopt een stukje of heeft er vertrouwen in dat de komende jaren vanuit de technologie een aantal oplossingen zullen komen die ons toch die normen doen halen. Dat is een optimisme. Ja, maar ik denk dat iedereen gelooft in innovatie. Wij zijn ook een groot voorstander van innovatie. Hè. Maar het is zo dat wanneer je de ambitie ergens legt en duidelijk maakt van iedereen, kijk, daar moeten we naartoe. En het is een vraag, niet alleen van de Groenen. Hè. Overal waar je komt, we hadden de VOCA nieuwjaarsreceptie, diezelfde vraag wordt gesteld, die ambitieuze klimaatdoelstelling, zodat wij als industrie, als economie vooruit kunnen gaan, voorop lopen, die innovatie echt stimuleren. Hè. En daar geloven wij allemaal in. Die zal ons zeker vooruit helpen. Maar natuurlijk, we spreken hier niet over een gat tussen 32,6 en 35%. We spreken eigenlijk over, volgens velen, over een grotere gap. En wat zal het resultaat zijn? Want Europa op dat vlak
is nogal een strenge meester. Hè. Als je de doelen niet haalt, dan moet je ofwel rechten gaan aankopen, ofwel boetes betalen. De Vlaamse regering heeft in zijn plan expliciet opgenomen dat men gebruik zal gaan maken van die flexibiliteitsmechanismen, omdat men weet dat men de doelen de volgende jaar niet zal halen. En diezelfde Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen rekent voor dat wij jaarlijks meer dan 400 miljoen euro gaan moeten betalen, omdat we ons doelen niet halen. Ja, wij zouden die 400 miljoen euro veel liever investeren in Vlaanderen, in goede maatregelen, in plaats van aan boetes die we aan anderen moeten betalen. Ja, nu over maatregelen gesproken. U sprak daarnet, het gaat dan over windenergie, over windmolens aan de kust, maar het zijn recente cijfers voor net het voorbije jaar. In 2019 zijn, ik geef het als voorbeeld, 25 of slechts 25 nieuwe windmolens gebouwd. In 2018 waren dat er nog 35. Problemen wegens omwonenden of gemeenten. In 3 op de 4 projecten lopen er procedures. Daar zie je het dan, als het puntje bij het paaltje komt of bij de windmolen, zeggen mensen, not in my backyard. Ja, klopt. De windmolenparken op zee hebben daar wat voordelen. Ja. Hè, want Vlaanderen, vast het land, is natuurlijk, ja, we weten dat, we zijn een heel dicht bebouwd en dicht bewoond land of regio. En ja, we moeten dat ook niet wegsteken. Er zijn plaatsen waar het zeker kan, hè, langs autostrades, in de havens enzovoort. Maar er zijn ook plaatsen waar mensen daar wel degelijk hinder van ondervinden. Ja, visuele hinder kan ook al spelen, zeker als dat ongerepte landschappen zijn. Maar als je er dichtbij woont, ja, de slagschaduw, de geluiden die je hoort. Dus ja, die zijn er wel. Die hinder is er wel. Is er eigenlijk ook voor, hè, want dat heb je dan ook in milieubeleid. Als je het in één, wat we dan noemen een compartiment, oplost, dan creëer je soms een probleem in een ander compartiment. Dus hier bijvoorbeeld ga je wel groene energie produceren, maar bijvoorbeeld voor vogels, voor vleermuizen. Ja, en het vervuilt de omgeving van de wonenden op dat moment. Met slagschaduw, lawaai, precies, en dergelijke. Precies, dus dat is een moeilijke. Daarom kijken we ook af en toe wel eens naar de zee, hè, waar het allemaal iets is. Ook niet helemaal zonder problemen daar. Ja. Maar je hebt daar inderdaad minder hinder. Geef dat maar als voorbeeld, omdat u daar ziet wanneer u beleid voert, zoals zij zijn een beleidspartij, het ene probleem creëert het andere. En zie daar misschien net de voorzichtigheid in dat Vlaams klimaatplan, omdat je makkelijk of snel te maken hebt met weerzin van het publiek of geen draagvlak. Alleen al die windmolens, zo moeilijk. Maar allee, er zijn... De mensen willen misschien niet anders gaan leven, Agalef. Maar om over de windmolens verder te gaan. Wat is de realiteit vandaag? Dat elke ontwikkelaar, elk bedrijf dat windmolens plaatst, autonoom kiest waar ze projecten gaan doen. Hè? En die allemaal los van elkaar indient. Dat leidt voor elke 1, 2, 3 windmolens tot een actiecomité die daartegen zijn. Wij zijn al lang voorstander om dat meer op regionaal niveau, op provinciaal niveau te bekijken, zodat je samen in een proces van overleg met alle actoren zegt, kijk, dat is onze doelstelling. Zoveel capaciteit moeten wij in windmolens installeren. En wij bespreken samen waar we die best plaatsen. En dan gaan we dat doen. Ten tweede, de lusten en de lasten, die zijn nu fout verdeeld. Degene die het geluk heeft dat er een windmolen op zijn perceel komt, die krijgt nu jaarlijks 10.000 euro's aan middelen, aan opbrengst voor die concessie. Anderen hebben alleen de last. In de gemeente waar men dat anders aanpakt en waar men bijvoorbeeld werkt met een coöperatie waar de burgers eigenlijk, waar de opbrengst van die windmolen niet naar die individuele persoon gaat, maar wel terugkeren naar de gemeenschap, dan zie je dat er een heel andere discussie ontstaat, omdat daar ook veel positieve dingen mee kunnen gerealiseerd worden. Ik denk dat daar zeker mogelijkheden zijn om die weerstand en wat deze regering gedaan heeft, namelijk de verantwoordelijkheid bij de gemeente te leggen, waarna de minister Demir de week nadien zegt, ze staan allemaal op mijn kabinet en nu, want ze willen niet. Ja, dat vind ik ook een heel foute maatregel. Men moet hier op een groter niveau, op een hoger niveau werken. Ja, maar collega stelt het voor alsof er niks gebeurd is. Er zijn natuurlijk al heel veel oefeningen geweest. Hè. Men heeft geprobeerd al jaren geleden, jij weet dat ook, om het inderdaad aan de provincies over te laten. Sommige provincies hebben windplannen gemaakt, hebben gezegd, daar kan het niet. Maar het heeft niet gewerkt. Hè. We wisten ook op een bepaald moment toen dat inderdaad de ondernemers die windmolens wilden bouwen, dat die overal wat gingen sprokkelen. En dat je zelfs in een aantal gevallen tot een situatie kwam waar het ene bedrijf de milieuvergunning had en een ander bedrijf de bouwvergunning. Ik zeg maar wat, maar het was soms zo.
We hebben dan de omgevingsvergunning gemaakt, dus we hebben die twee samengebracht in één vergunning. Dus er zijn al heel veel dingen beleidsmatig gebeurd. Het is niet dat er niks gebeurd is, maar het helpt niet altijd. Hè. Dus, en ja, dat je als omwonende mee profiteert van de bouw van zo'n windmolen, dat is inderdaad het systeem dat, ja, hier, dat, en principe daar, dat hier en daar toegepast wordt en dat inderdaad dan dat draagvlak wel kan verhogen. Ja. Ik wil even heel kort een andere maatregel voorleggen. Ik begin bij u. Dat was een blikvanger, hè, dat terugviel. Terugvoeren van de snelheid op de Brusselse ring naar 100 km per uur. Nu is daar al 16,8 uur per dag file. En de uiteindelijke bijdrage van die maatregel in de reductie zou 0,24% zijn. Het is 50 km snelweg op 1700 km snelweg in Vlaanderen. Is dat geen symbool? Het Vlaams Belang zei, dat is een showmaatregel. En u stelt die vraag aan mij. Ja. Nee, u weet hoe het gegaan is. Hè? Dus mevrouw De Mier is de coördinerend minister voor Leefmilieu, maar elke vakminister moet natuurlijk op zijn of haar terrein gaan kijken wat hij kan doen in die klimaatdiscussie. En dit is een maatregel die door minister Peters op haar domein van mobiliteit en openbare werken is voorgesteld. Ik ga daar zelf geen uitspraken over doen. Maar ik ben blij als ik 100 km. U zou dat aan de minister moeten vragen. Ik ben blij, maar ik vraag het aan u als fractieleider van die meerderheid. Ja. Ik zou blij zijn als ik eens 100 per uur kan rijden op die Brusselse ring. Ja, dat kan. Maakt het uit, die maatregel, vindt u? Of je zou kunnen zeggen, het is een good practice, maar breid dat uit voor alle Vlaamse snelwegen. Is dat een optie voor Groen? Overal 100? Wij zijn voorstander van die maatregel, ook al is die beperkt als je het puur op klimaat bekijkt. Hè. Maar er zijn natuurlijk, als je klimaatmaatregelen neemt, is het vaak nuttig om te zien wat de bijkomende positieve effecten zijn. Als je nu gaat kijken naar de ring rond Brussel, ja, maar ook gezondheid, hè, luchtverontreiniging. Dus door die snelheid te verlagen, verlaag je heel duidelijk ook de verontreiniging. Hè. En dat is belangrijk, zeker in een dichtbevolkte stad zoals Brussel. Dus in die zin zijn we daarvoor, ook al heeft het een zeer kleine bijdrage, maar kijk, als we het klimaat echt willen tackelen en de klimaatverandering, zullen we veel maatregelen moeten nemen die allemaal een bijdrage leveren. Dus elke bijdrage is van mij betreft welkom. Wij willen dat zeker uitbreiden. De Antwerpse ring heb ik nooit anders geweten, dat we 100 kilometer mochten rijden op de ring. Hè? Ja, en als trucker is het nog veel minder. Dus in feite is dat een maatregel die ook ergens logisch is en die veel andere positieve effecten heeft. Dus wij zijn daar zeker voor. Ja. Laatste korte vraagje. Vlaanderen ligt in België, ligt in Europa. De ambitie van Wallonië is 40% reductie. Brussel 50%, 55% zelfs tegen 30. Omgekeerd, denk ik. Ik zou dan denken... Ja, inderdaad, klopt. Omgekeerd, Wallonië min 55, Brussel min 40%. Ja, dankzij hen zal België haar cijfer wel halen, denk ik dan, ondanks Vlaanderen. Dus dat is dan een vorm van solidariteit. Hè. Dat doet men iets terug. Want Europa voor al die vormen van solidariteit vanuit Vlaanderen richting Brussel en Wallonië. Zou zekerheid en zo krijgen wij nu iets terug. Nee, alle gekheid op een stokje. We moeten ook oppassen met die cijfers. Bijvoorbeeld, we weten dat Wallonië een ander referentiejaar hanteert dan wij. Hè? Dus waarmee vergelijk je? We weten ook, als ik het goed voor heb, als ik het goed gelezen heb, we moeten altijd oppassen tegenwoordig, dat Wallonië nu maar concrete maatregelen heeft, ik dacht tot 2022. De rest moeten zij ook nog, verder uitwerken, dacht ik. Maar goed, als zij wat meer kunnen doen, graag. Hè? We weten ook dat Vlaanderen een verkeersas is, dus we hebben op gebied van mobiliteit hebben we inderdaad heel veel uitstoot. We kunnen daar weinig aan doen, toch niet op korte termijn. We weten ook dat Vlaanderen een heel energieverslindende industrie heeft, de petrochemie bijvoorbeeld, die inderdaad heel wat uitstoot, maar waarvan we ook weten dat het op wereldniveau echt wel de top is. Hè? Dat zij het meest besparen ook, dat zij het meest performant zijn als bedrijf. En dan zeggen wij ook altijd, ja, als die, stel dat wij het hen zo moeilijk maken, dat zij verhuizen naar ergens anders, buiten Europa bijvoorbeeld. Ja, wat is dan de winst voor het milieu? Dan verliezen wij werkgelegenheid, maar het milieu wordt er ook niet beter van, want op een andere plek gaat men meer uitstoten dan men hier mag uitstoten. Dus dat is een hele moeilijke. Dat is ook een beetje met wat u daarnet zei, maar ik ben er toen vergeten op in te gaan, maar die percentages, wij moeten 35 doen, Polen moet 7 doen. Hoe komt dat?
Ja, dat is eigenlijk een politieke beslissing. Ja, maar het gemiddelde in Europa is 30. Is 30, dus... Iets heeft gemaakt dat wij 35 en een ander maar 10 moeten. Het is misschien ook weer wat kort door de bocht, maar het is ook een politieke beslissing. Men heeft gekeken vooral naar, naar de draagkracht van een land, naar het BBP. En dan, ja, wij zijn een redelijk welvarende regio, dus wij worden geacht iets meer te doen dan anderen. Kostenefficiënt zou zijn dat wij 23% doen. Dat zou eigenlijk betekenen dat de inspanningen die wij moeten doen, dat het sop de kool waard is als we 23%, dus we moeten heel wat meer doen dan dat. In Polen zou men eigenlijk voor minder inspanningen een beter resultaat kunnen halen. En wij vinden ook dat dat mag. Dat is ook wat er net gezegd is, van jullie gaan dan rechten kopen ergens anders enzovoort. Ja, daar is ook niet echt iets mis mee. Hè. Als men op een andere plek meer resultaten boekt met een kleinere inspanning, waarom zouden wij daar dan ook niet aan bijdragen? Ja, dat situeert ons dus in België en dat ligt dan in Europa. En bij Europa hoorden we vorige maand, de ambitie is klimaatneutraal in 2050. Is dat realistisch? Hoor je dan denken luidop? Ja, maar allee, we hadden het daarnet over de verschillen in doelstellingen tussen de regio's in België. Wat ik deze Vlaamse regering enorm verwijt en wat ik enorm betreur, dat is dat er geen wervend verhaal is. Hè. Eigenlijk wordt er gezegd, we gaan dat doen, maar we gaan dat doen omdat dat moet. En dat gaat veel problemen geven, dat gaat dat allemaal veel kosten en zo. Terwijl in Wallonië en Brussel men een heel ander verhaal vertelt. Daar zegt men, dit is een opportuniteit, wij gaan ervoor, een wervend verhaal. En dat is ook wat Europa doet. Europa zegt, kijk, wij willen het eerste continent zijn dat klimaatneutraal is. En we gaan daar inspanningen voor doen en wij kunnen dat. Wij gaan innovatie stimuleren, wij gaan echt voorop lopen. En alle economen zeggen, als je dat niet doet, dan ga je achteraf de prijs betalen. Dus wij, wat doet Europa? Een wervend verhaal, een lange termijn visie. Het heroriënteren van de middelen. Hè. Dus men gaat de middelen die men nu in de andere richting uitgeeft, gaat men volledig heroriënteren van fossiele brandstoffen naar hernieuwbaar en heel die klimaatverandering. Men gaat extra middelen inzetten. Er is een heel wervend verhaal, ook een engagement om dat aan te gaan. En iedereen, en in Vlaanderen, dat vind ik het spijtige. Er is een ongelooflijk aanbod van wetenschappers, klimaatwetenschappers, economen, industrieel enzovoort, zeggen, kom mensen, wij willen onze expertise inzetten, laat ons daar een verhaal van maken waar mensen achter staan en wij kunnen iets realiseren en blijvend een belangrijke, vooruitstrevende regio zijn, ook op dat vlak. Ja. En dan vind ik dat negatief en verdedigend en verhaal van deze regering echt heel spijtig en ik maak me direct bezorgd over. Allerlaatste korte reactie, moeten we afronden. Wervende verhalen zijn altijd prima natuurlijk. En die heb je ook nodig. En die hebben wij in Vlaanderen ook af en toe wel gebracht. Bijvoorbeeld voor de hernieuwbare energie, voor de zonnepanelen. Maar het moet inderdaad ook haalbaar en betaalbaar zijn. En die wervende verhalen mogen ook geen lucht zijn. En daar hebben wij af en toe wel schrik voor. Wij zeggen, als we iets beloven, moeten we het ook kunnen doen. Anders is het te gemakkelijk. Maar wat Europa doet, is nu een heel ambitieus verhaal vertellen. Althans vanuit de Europese Commissie. We moeten ook nog zien of ze dat erdoor krijgen. Want het moet nog door de hele molen. Het moet nog de ministers passeren. Het moet nog het parlement passeren. Dus we zullen zien of dat allemaal haalbaar is. Trouwens, wat Europa nu zegt, is voor 2030. Dat is dan nog niet de Green Deal voor 2050, klimaatneutraliteit. Nee, alleen al wat men in 2030 wil doen, daar heeft men extra jaarlijks 260 miljard euro voor nodig. Ja. Dus... het moet ook allemaal haalbaar en betaalbaar zijn. Hè. Wat mij betreft, graag. Hè. En denk ook wat mijn partij betreft, graag. En hoe verder we kunnen gaan in die klimaatproblematiek, hoe beter. Maar het moet haalbaar en betaalbaar zijn. En het moet inderdaad ook zorgen dat de mensen mee zijn. Dat staat ook in de Green Deal, dat zegt ook Timmermans. Iedereen moet mee. Hè. We gaan niemand achterlaten. Het zou uit ons partijprogramma kunnen komen. Ja. Maar goed, dit is nu het wervende verhaal. Maar nu moet het ook nog uitgevoerd worden, hè, collega. We zullen zien hoe men daar mee aan de slag gaat. We zullen inderdaad zien. Benieuwd al met dat Vlaamse klimaatplan. Bedankt meneer Steenwegen, meneer Van Dalen voor dit gesprek. Goed dat we een maand nadat, het is bijna exact een maand na het akkoord of het plan in Madrid, dat we het een en ander hebben kunnen duidelijk maken, op een rijtje zetten. U ook bedankt om dit te volgen. En volgende week zijn we er natuurlijk opnieuw met het debat.